Jullie hebben net gekeken naar Storyline Entertainment met Samen Staan We Sterk. Toen ik deze clip voor het eerst zag, toen heb ik jou meteen gebeld. Ja, jij hebt mij meteen 5 keer gebeld, want ik nam die op. En ik dacht, er is iets heel ergs aan de hand met G-Time TV of weet ik het. En toen zei je, nee Raj, je moet die clip checken, check hem, check hem. Dus ik ben hem gelijk gaan kijken en hij was inderdaad erg goed. Ik vind het tof dat een aantal Nederlandse jongeren hun talenten hebben gebundeld en zo'n hoogwaardige, dope clip hebben gemaakt. Ja, en jij hebt ze ook geïnterviewd. Hoe was dat? Het was erg leuk, maar ik kan er heel veel over vertellen, maar we moeten er gewoon naar gaan kijken. Hier is mijn interview met Storyline Entertainment. Ik ben hier in Zoetermeer en ik heb afgesproken met een onwijs toffe groep, Storyline Entertainment. Het is een nieuwe groep, maar ik had zoiets, jullie moeten ze ook leren kennen. Dus op het laatst heb ik een afspraak met ze kunnen regelen, zodat jullie iets meer over ze te weten kunnen komen. Yo, Joe. Hoe is het? Goed man, met jou? Lekker. Dag Lois. Hi. Hoe is het, Safar? Goed. Storyline Entertainment. Eindelijk heb ik jullie kunnen krijgen in de uitzending. Want ik zag jullie clip en toen dacht ik, deze gasten moet ik interviewen. Of waarschijnlijk kennen onze kijkers jullie nog niet zo goed. Dus leg eens uit, wie zijn Storyline Entertainment nou eigenlijk? We zijn een groep getalenteerde jongeren. Solo-artiesten die samen willen iets bereiken in de muziekwereld. En one big family zijn we met z'n allen. Je zegt samen willen jullie iets bereiken. Wat zouden jullie dan willen bereiken? Wat zijn jullie dromen? Onze dromen, ja, natuurlijk. Iedereen wil groot worden. Dus het liefst platina records en concerten. Dat is ons doel. Zoveel mogelijk goede boodschappen overbrengen, maar dan door middel van muziek. Okay. Jullie zijn ook heel goed begonnen met jullie project Samen Staan We Sterk. Hoe is die clip eigenlijk tot stand gekomen, Joe? Nou, het begon als een profielwerkstuk van HAVO5, waar wij een cd wilden maken voor het goede doel. Want we wilden zo graag, ik en Lois, wilden zo graag iets met muziek doen. En dat wilden we koppelen aan school. Dus hebben we een cd gemaakt voor het goede doel. En bij dat cd hoorde de clip Samen Staan We Sterk. En voor welk goede doel hebben jullie dat gedaan? We hebben het goede doel Stichting Opkikker gekozen. Dat is een doel dat voor ongeneeslijke zieke kinderen een leuke dag voorbereidt. Waar al hun wensen uitkomen, zeg maar. Oké, mooi doel. Lois, Samen Staan We Sterk. Eigenlijk, de titel zegt eigenlijk al alles, maar wat is nou de boodschap? Wat wilden jullie overbrengen met het nummer? Nou, wat wij wilden overbrengen met dit nummer is gewoon dat je er niet alleen voor staat. En ja, gewoon dat je meer kan bereiken door samen te werken. En juist in plaats van elkaar te haten of tegen elkaar te werken, juist samen te werken. En dan, ja. Hoe is dat met jullie eigenlijk gegaan? Want jullie twee hebben het nummer geschreven. Toen, daar is ook geen spanning geweest of wat dan ook. Dat ging heel simpel eigenlijk. Ja. We zaten op een gegeven moment bij Joy in de kamer. We moesten iets gaan schrijven. En het was gewoon, ja, we hadden de muziek al en het ging gewoon, de woorden kwamen vanzelf wel en toen, viel het allemaal in elkaar. Hoe is dat nou, je ziet die videoclip hè, 16 artiesten zijn jullie mee. Is dat goed gegaan op zo'n schietdag die jullie hebben geschoten? Ik moet wel zeggen, voor iedereen was het de eerste keer, dus ja, het was, het ziet er goed uit toch? Ja, maar we hebben echt hard ervoor gewerkt. Met 16 man is het best wel heel moeilijk te werken, want het is lang wachten, het is veel doen, veel werk, stukje na stukje na stukje, maar uiteindelijk is het resultaat, zijn we tevreden mee. Dus jullie zijn er heel trots op? Ja, heel trots. Nou, wij waren er ook heel blij mee toen mijn presentatrice en ik het zagen, dachten we van, wow, dit is echt super cool. Lois, je hebt het over een boodschap, een positieve boodschap, maar wat is nou de kern van jullie boodschap? De kern van onze boodschap is meer dat wij gewoon positiviteit willen overbrengen. En tegenwoordig gaat muziek ook vaak helemaal nergens meer over. En wij willen juist weer de goede dingen uit muziek weer naar boven halen. En dus eigenlijk de mensen willen jullie helpen? En ja, we willen ze gewoon wel helpen dat ze zich goed voelen. Je mama, je broeders en zusters die zijn er ook. Ze staan voor je klaar, natuurlijk de mijne ook. Good luck, je weet waar je moet staan.
doe je ding. Ik denk dat het okay, goed maar gaat. Als ik naar jullie muziek luister en ik zag de clip en ik dacht van, hoe zit het ermee? Maar toen hoorde ik een zin, broeders en zusters. Toen dacht ik van, hey, volgens mij zijn het christenen. Hoe zit het daarmee? Ja, onze groep heeft hele christelijke achtergrond. De ene iets sterker dan de ander. Ja. En omdat dat zo is bij ons in de groep, kwam dat bij dat liedje eigenlijk vanzelf naar boven. Wij zelf hebben, het was niet onze intentie om het naar boven te laten komen, maar het ging gewoon vanzelf. Wat kunnen we nog van jullie verwachten? Komt er een clip, komt er een DVD, Storyline Entertainment? Nou, ik kan je beloven dat dit jaar ga je nog heel erg veel van Storyline horen. Er zullen veel clips, veel albums zullen nog uitkomen. Dus ik mag niet te veel verklappen, maar het wordt echt groot. Het wordt echt groot. Zeker. Maar iets, kom op. Ligt een tipje van de sluier op. Eén ding. Komt er een hele goede zomerhit uit. Dus een nummer en een clip? Ja. Yes. Titel? Leef elke dag. Leef elke dag, oké. Okay. Yes. G-Time Exclusive. Jullie horen het als eerste hier. Hey guys, thanks voor dit interview bij G-Time TV. Jullie zijn echt gaaf en ik vind het leuk om meer van jullie te weten te komen. Zouden jullie nog een klein stukje kunnen zingen van Samen Staan We Sterk? Wow. We kunnen het proberen. Ja. Oké. Okay. Yes. Ja. Okay. 5, 6, 7, 8. Geven en nemen, houd balans in het leven. Samen op de wereld, ook al is het slecht verdeeld. We zijn hier om te delen, in zon, wind en regen. Vele handen maken lichter werk. Samen staan we sterk.